Ja, dankjewel, Mark. Ja, we hebben vandaag al heel wat interessante dingen vernomen over die klankleer en ook over de ans in het algemeen. Ik heb de indruk dat met alles wat er in de laatste weken alweer is gepubliceerd en verschenen rond het Nederlands, dat er zoveel geweldige dingen zijn gebeurd. We hadden namelijk enkele weken geleden een ander project, woordcombinaties, gelanceerd. En daarvan zei een van de docenten Nederlands in het buitenland, met name Agatha Schubert uit Wrocław: het is net een speeldoos. Je kunt zoveel dingen gaan doen. Je kunt met die blokken gaan spelen en je kunt zoveel nieuwe dingen doen voor je studenten. Nou, ik heb de indruk dat dat met de nieuwe ans en de ank ook zo is. Eén keer je daarin gaat zoeken en grasduinen, er is zoveel te ontdekken rond al die facetten van onze taal. We hebben in de presentaties nu al heel veel gehoord over de klankleer. Het is niet zomaar een korte beschrijving van wat fonetische elementen. Het is een ruime en rijke beschrijving waarin we kennis maken met de klanken van het Nederlands en ook de variatie die er is bij moedertaalsprekers. De klankleur van mijn Nederlands is bijvoorbeeld anders dan die van Geert of Frank of andere collega's. Ik ben soms blij dat ze mij in Leiden nog wel verstaan, maar dat lukt voorlopig nog allemaal heel goed. De klankleer omvat nog zoveel meer, ook de technische processen rond fonotactische en fonologische elementen, woordklemtonen, accent, intonatie. Het wordt allemaal heel grondig beschreven. En het is ook vandaag al gezegd, de klankleer is onlosmakelijk verbonden met de grammatica. De ans wordt daar nog alleen maar rijker door. En ik hoop dat het echt zijn nut zal bewijzen bij heel veel gebruikers van de grammatica. De online applicatie is enorm vlot doorzoekbaar, echt heel gebruiksvriendelijk. En we zijn daar ook heel blij mee. Natuurlijk, het is work in progress, er wordt nog hard aan gewerkt. En je hebt al Frank zijn toekomstdromen gehoord, dus er is nog heel wat dat moet gebeuren. We zijn ook heel blij dat de Nederlandse Taalunie dit allemaal gefaciliteerd heeft en blijft faciliteren door de financiële ondersteuning. En dat wij in staat waren met onze mensen bij het INT om dat allemaal netjes taalkundig en computationeel verder uit te werken. Zoals gezegd, ja, we zien het niet als een eindpunt, maar als een traject van continue verbetering. We willen ook heel graag die didactische laag van de ANS verder uitwerken. Frank verwees er al naar. En dan weer verdere links maken, oefeningen die verwijzen naar de klankleer. Dat kan weer leiden naar andere toepassingen met woordcombinaties of onze woordenboeken of taalportaal. Maar ik denk dat op die manier het voor mensen die Nederlands leren een bijzonder nuttig instrument zal worden, of nu al is, maar het gaat dus nog altijd verder verbeteren. Ik wil iedereen bedanken die aan deze realisatie heeft meegewerkt. Natuurlijk eerst en vooral de auteurs, maar ook Frank Landsbergen. Als computationeel taalkundige heb jij wonderen verricht met dat allemaal heel vakkundig te linken en online te brengen. Het is veel complexer dan men op het eerste zicht denkt. En ook alle andere collega's van het INT die aan dit succes hebben bijgedragen. Geert zei het daar straks, hij heeft ook hulp gehad van andere taalkundigen die mee hebben gelezen of geëvalueerd. En de taalkundige wereld is echt een hechte community, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Ik kan dat alleen maar beamen. Ik zie dat ook elke dag bij het INT, waar alle collega's heel enthousiast aan al die vele en prachtige projecten werken.